verpleegkundigen uit de gezondheidszorg komen niet meer rond met hun maandelijkse salarissen. Als gevolg van de instabiele economische situatie in ons land. Daarom hebben de voorzitters van de ziekenhuisbonden van het Slanshospitaal, Academisch Ziekenhuis en Sint-Vincentius Ziekenhuis besloten om vandaag hun klacht bij minister Amaramadine van Volksgezondheid te deponeren. Het gaat om een samenbundeling van zowel particuliere als overheidsziekenhuisinstellingen. Een grote menigte verplegend personeel toog vanuit het Slanshospitaal richting het ministerie van Volksgezondheid omdat zij zich al maanden niet gehoord voelt. De bondsvoorzitters hebben op verzoek van de leden overleg met de bewindsman gevoerd. De eis van de bonden is een directe verhoging van de koopkrachtversterking ter waarde van 3000 Surinaamse dollar. Bondsvoorzitter Imro Edam zei dat de bonden de bewindsman hebben geadviseerd om financiële middelen vrij te maken voor de particuliere instellingen, terwijl het gereserveerd budget van 7,5 miljoen Amerikaanse dollar voor de overheidsziekenhuizen in uitvoering is. Ik begrijp de frustratie van de mensen, maar nogmaals, dit hadden we de minister wel. Ik had de man volgens mij 3 of 4 dagen, dit zou je moeten voorkomen. Weet je, wanneer de mensen de gemoederen verheert, en dan wordt men boos. En kijk, men wil per slotverrekening de bond de schuld geven. Ik ben ervan overtuigd, zeg van, wij onze uiterste best doen, maar we leven ook in een algeheel probleem. Het is niet alleen slecht binnen de gezondheidszorg, we moeten dat niet ontkennen. Maar ik zeg één ding, wanneer of er één krijgt, ben ik ervan overtuigd dat allemaal ook is. We kunnen ook zeggen dat Noah man niet tekie, dat Noah man ook kiesie. Maar, ja. Maar sowieso, hij geeft aan, en de directeur van, de voorzitter van NZR, die wist mij vanmorgen te bevestigen dat er een reçu vrijgekomen is. Dus op basis daarvan proeft het wel ergens positief, laat ik het zo zeggen. Maar ik weet wel, de mensen zijn wel verhit. Het enige wat ik wel even niet kan voorstellen is dat wanneer we afspraken hebben gemaakt en tijdens onze ALV hebben we duidelijk aan de mensen kenbaar gemaakt dat we onze vraag 3000 zal zijn. Maximaal en minimaal 2500. En wanneer mensen nu zeggen dat ze ontevreden zijn, dan vraag ik mezelf af, wat wil men? Ondanks het verzoek van de menigte om toegesproken te worden door Ramadine, weigerde de bewindsman zulks te doen. Bondsvoorzitter Edam zegt dat de bewindsman heeft aangegeven vandaag nog terug te zullen komen op het besluit betreffende de volgende stap. Luku Asani, de bekend dat een aantal ziekenhuizen er bezig en we zeggen we trekken samen op. Ja. Maar nu, de man bij Mixani wel bij de 3 atoso. Okay. Dus nu zou je mogen doen, omdat de machi ook te takken ergens voor Asani. De minister die beweert dat hij al geruime tijd bezig is geweest. Ja. Maar feit is, ook al aan een meertakier, ook al uittak aan minister in Joko. Luister nou, maar feit is, zeker wat ik wel kan aangeven, het moet duidelijk zijn voor de mensen van AZ, Enslands, Arassu, de in aan de voede directeur Bas.